Wat we met Consulting Kids doen is al die posters die je ziet en de post-its, die combineren we eigenlijk samen. We zijn met nog twee andere klassen aan het lesgeven. En al die posters combineren we samen wat we tot adviezen vormen die dan aan de gemeente worden gegeven. Als gemeente hebben we best wel een aantal problemen, of weten we dat er inwoners zijn met problemen zoals armoede, schulden of laaggeletterdheid. En het is lastig te vinden, die mensen. We willen ze graag helpen, maar weten vaak niet precies wie we het zijn. En kinderen hebben vaak hele verrassende, hele andere manieren van denken en kijken, waardoor je op oplossingen komt waar we als gemeente dan nog niet aan gedacht hebben. Consulting Kids heeft alle adviezen van de drie klassen waar ze zijn geweest van de kinderen vertaald in een grote poster. Collega's zijn nu aan het kijken wat er allemaal op staat en aan het nadenken wat ze kunnen doen met die adviezen. En wellicht levert het ze nog veel meer ideeën op. Dat zijn we nu aan het verzamelen. Die aanpak is hartstikke leuk gebleken. Het was wel spannend om met kinderen deze best wel lastige onderwerpen te bespreken. Maar ze zijn met hele mooie oplossingen gekomen. Met een buddy, een maatje waar je mee kan praten. Een kinderbarman, een kinderbarvrouw, een kindercafé. We gaan er ook zeker mee aan de slag. Ik vind het hele mooie aanknopingspunten nogmaals. En wat ook leuk was, de kinderen hebben er veel plezier aan gehad. Dus het was voor hun leuk om te doen. Ze betekenen hier ook echt iets mee voor andere kinderen. En jongens, ontzettend bedankt.